De eerste nieuwbouwwoningen van GroenZuilen staan er al. Maar dat was voor de economische crisis. Met de verkoop van de laatste fase wil het maar niet vlotten. De projectontwikkelaars twijfelen of ze de bouw wel moeten doorzetten. Stoppen is vooral vervelend voor de mensen die al wel hebben ingeschreven. Zij moeten op zoek naar een nieuwe woning. Vrienden van mij, vier vrienden van mij zouden een huis willen kopen graag. Alleen die gaan er waarschijnlijk van afzien omdat het anders te lang gaat duren. Dus die zijn teleurgesteld? Zeer teleurgesteld, ja. En waar gaan die nu heen? Nou ja, het zal denk ik richting Leidse Rijn worden of iets bestaans in de omgeving. Stopzetting is ook een streep door de rekening van de gemeente Utrecht. Renovaties en nieuwbouw helpen de verloedering van Zuilen te stoppen. Buurtbewoners reageren verdeeld over de mogelijke bouwstop. Jammer. Ik ben benieuwd wat er dan voor woningen gaan komen. Of dat er niks komt of iets wel komt. Ja. Dus even afwachten dan. Ja, als dat leeg blijft, dan hebben wij vrij uitzicht en geen bouwput voor onze deur. Maar voor iedereen die wel gekocht heeft, is het natuurlijk hartstikke jammer. De projectontwikkelaars willen vandaag nog niet reageren op de teleurstellende verkoop van GroenZuilen. Maandag komen ze met een verklaring.